Amen. Ik heb vandaag iets anders ervaren, is een beetje heet vandaag. Of jullie dat ook hebben ervaren, is een beetje heet. Maar laat dat uw focus niet zijn. Amen. Nogmaals, goedemorgen. Diegenen die me nog niet kennen, ik ben broer Ali. En het voelt altijd blij als ik hier mag staan en dat ik jullie weer mag zien. Het is genade van de Heer dat wij vandaag elkaar mogen bemoedigen. En het woord van God zie ik ook als ik mijn sleutels pak van mijn auto. Ik start mijn auto. Dan moet ik elke keer weer benzine gaan vullen. Zodat die auto steeds kan rijden. En zo ook met ons geestelijke leven. We gaan ons moeten vullen elke keer met het woord van God. Om te kunnen functioneren zoals God wil. Dat we moeten functioneren hier op aarde. We gaan offers moeten brengen. Ons te vullen met Gods woord. En elk woord die u opgeslagen in uw hart, gaat de Heilige Geest gebruiken. Amen. Ik zeg dit vaker ook. Als u niets opslaat in uw hart, dan kan de Heilige Geest ook u niet gebruiken. Omdat u niets heeft. Want u niets heeft, kunt u niets geven. Als u heeft, gaat u kunnen geven. Onze hemelse Vader heeft zijn enige geboren zoon gegeven aan ons. Zo liefdevol is Hij. Amen. Laten we ons ook buigen. Laten we bidden voor het woord. Hemelse Vader, we danken u, Heer. Heilige Geest, neem over. Heer, ik leg het woord, Heer, in uw machtige en doorboorde hand, Heer. Het is niet mijn woord, het is uw woord, Abba Vader. Hier sta ik, Heer, als uw dienstknecht. Heer, gebruik mij zoals u wilt, Abba Vader. En ik bid, Heer, dat uw woord, Heer, dat uw woord vruchten mag dragen, Heer. Dat in goede aarde mag vallen, Heer. Dat elk een, Heer, die hier nu zijn, Heer. Dat u, Heer, hun mag helpen om het woord te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen, lieve mensen. Ik ga proberen om het zo kort te maken, want het is heet. Voordat ik ga beginnen met mijn onderwerp, zoals jullie weten, mijn thema vandaag is: wat zegt de Bijbel over onze tong? Wat zegt de Bijbel over onze tong? Ik heb dit al een keertje behandeld tijdens onze online dienst. Dus voor diegenen die hebben bijgewoond, voor hun is het al dan een herhaling. Maar Pastor Jonathan heeft ook iets moois gezegd. We gaan het steeds moeten herhalen, maar wij als mens, in het Javaans zeggen ze lali altijd. We vergeten vaak. En het woord is ook voor mij soms vergeten. En het is goed om steeds te herhalen. Om u tot herinnering te brengen van ik moet hierop letten. Amen. Maar voordat ik verder ga, wil ik even gaan naar een heel mooi verhaal in Mattheüs. Mattheüs 13. Praat de Heer Jezus daar over gelijkenissen van de zaaier. De gelijkenis van de zaaier. Hij praat daar. Ik ga het even lezen, of misschien kunnen we het even lezen, Zuster Marleen. Mattheüs 13. Laten we beginnen bij vers 1. Mattheüs 13, vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Met andere woorden, even blijven. Op die dag, ik ben geen Jezus. Op die dag ging broer Ali het huis uit en hij staat nu op blauwgrond. Amen. Dan gaan we verder. En vele scharen vergaderden zich bij hem. En jullie komen hier om te luisteren naar Gods woord. Amen. Zodat hij in een schip ging en kwamen een aantal mensen. En daar nederzat. Zodat hij in een schip ging en daar nederzat. Want hij moet iedereen kunnen zien. Zoals ik hier sta. Ik sta hoger dan jullie. Om jullie te kunnen zien. Dus ik ga zien wie slaapt. Amen. Ik ga kunnen zien wie slaapt. Ik ga kunnen zien wie hengelt. Ik ga kunnen zien. En daarom stond Jezus ook hoog om hem te kunnen zien. Dan gaan we verder. En de hele schare, en de hele schare stond op de oever. Oké? 3. En hij sprak tot hem vele dingen in gelijkenissen en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. 4. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten hen op. Ik wil u brengen naar een punt. Terwijl ik hier ben, ik ben de boer, ik ga zaaien. En we moeten rekening houden dat de duivel niet slaapt. We moeten rekening houden, wij slapen, maar de duivel is fulltime aan zijn werk. De duivel staat ook hier. Het woord dat ik wil zaaien, gaat hij proberen net als de vogel om het van u te beroven. En als u naar huis gaat, dan zegt u: ik heb niets ontvangen. Waarom heeft u niet ontvangen? Omdat u die toegang heeft gegeven. Omdat de duivel gaat komen om het van u te beroven. En ik weet dat jullie hier zijn met vol verwachting. Dat jullie niet op dezelfde manier naar huis zullen gaan. En dat wij niet zullen slapen, zodat de duivel uw zegen dat u wil krijgen, dat God u wil geven, dat de duivel dat niet zal pikken van u. Dat wij het woord van God die ons elke keer helpt, nemen tot u vandaag. En dat als u naar huis gaat, dat u dat in de praktijk gaat doen. Het woord wat u vandaag gaat horen, dat u het verder in de praktijk mag brengen. Amen. En daarom begin ik met, het is een hele mooi verhaal. En u kunt het verder lezen thuis. Maar ik wil u zeggen, dit, dat u mag ontvangen vandaag. Amen. Oké, dan ga ik terug naar mijn thema. Wat zegt de Bijbel over onze tong, lieve mensen? En ik vind de Bijbel zo mooi. Zelf onze tong wil hij ons leren hoe wij ermee moeten omgaan. Zo mooi is de Bijbel. Hij laat ons niet in de steek. God laat ons niet in de steek. Hij wil ons alles wijzen. Hoe we moeten leven. Zelf met onze tong. Hoe wij dat moeten gebruiken, lieve mensen. En ik dank God daarvoor. Ik dank God daarvoor, echt waar. En we weten allemaal hoe belangrijk onze tong is. En we hebben ook ervaren, ik heb dat ook ervaren, hoe ruzie allemaal is ontstaan. Hoe is ruzie allemaal ontstaan? In de meeste gevallen is ruzie ontstaan door de ene kleine tong van ons. In de meeste gevallen. Niet alles, maar in de meeste gevallen is het de ene kleine tong van ons. Heb ik gelijk of ben ik gelijk? Amen. Als we kijken hoe ruzie allemaal is ontstaan binnen de familie. Als we allemaal moeten kijken hoe ruzie is ontstaan in de gemeente. Hoe ruzie is ontstaan op het werkvloer. In de meeste gevallen is het de ene kleine tong van ons. Omdat we niet weten dat de Heer ons ook wil wijzen hoe hij onze tong moet gebruiken. We staan niet bij stil. Maar daarom is het belangrijk, ik heb Pastor Jonathan gezegd, me ook gevraagd, dit heb je al een keertje behandeld. Ik zeg wel via online dienst, maar ik wil ook graag hier behandelen. Dat de gemeente een gezonde gemeente moet zijn. Dat de gezinnen gezond moeten zijn. Dat wij moeten weten als wij van hier straks weggaan, dat wij rekening gaan houden hoe wij met onze tong moeten omgaan. Laten we weer een klap omgekeerd maken. Amen. Ik zeg het keer op keer. Als ik de Bijbel lees, dat is mijn strategie, dat is mijn methode. Ik stel altijd vragen. Ik stel altijd vragen en ik schrijf op. En ik probeer de vragen te beantwoorden door naslagwerk te gaan doen. Dat gaan zoeken en te beantwoorden. Dan ga je het beter begrijpen. Als je het schrijft en als je het leest. En als je vragen stelt. En zo ook met het onderwerp. Ik heb Derek gevraagd. Wat is uw wil met mijn tong? En de Heer zegt, wij wonen in deze wereld, lieve mensen, maar we zijn niet van deze wereld. Toen, voor mijn bekering, soms wil ik ook lopen eigenlijk, maar ik kan niet. Voor mijn bekering, dan had ik zoveel vrienden. Ik zat in een voetbalclub. We gingen overal gaan voetballen. Maar de Geel, die weet het, hij houdt van voetbal. Als je van voetbal houdt, ik hou van voetbal, ik ga overal. Overal, groep jongens, Nanikeri, Saramaka, we hebben plinkbal. En ik ben een persoon, Taiwan term noemen we uit niveau, dan voel ik het, ik voel me niet zo stoer. Niet zo prettig. Je weet dat ik dan, weet je, dan voel je, ja man, midden, midden, man, man. Zo was ik. 3 bieren, ging altijd laat naar huis. Weekend, probleem. Mijn moeder zegt, boy, zang. Het was zo leuk. Maar ik ben God dankbaar. Dat ik hem heb leren kennen. Heb ik gezien wat goed is. En wat niet goed is. Amen. En de Heer zegt, wij wonen in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Ik ben toen tot bekering gekomen. Heb ik kunnen inzien hoe wij onze tong moeten gebruiken. Atongo onofu kosi. Atongo sawi abi. Onofu kosi trawang. En zo ook u kunt. Mijn vrouw zit daar. We zijn 14 jaar lang getrouwd. En na mijn bekering heb ik er komt geen enkele term uit mijn mond. Ik ben haar nooit. Nooit. Nooit meer. Ik heb kunnen ontdekken dat God me heeft geleerd wij onze tong moeten gebruiken. Amen. En ik ga straks dieper in. En daarom is het ook goed, lieve mensen, om God alles te vragen. Als u met iets zit, vraag God. Hij heeft altijd antwoord voor u. Hij staat altijd voor u. Hij is met u. En als u slaap krijgt en dat is zwaar, vraag God, help dat het een beetje cool wordt. Amen. Ik wil gaan scrollen. Ik ben het gewend met Deb. 2 weken terug had ik een probleem met mijn tent en ik heb mijn preek opgesteld en bleek alles ging weg. Toen heb ik Pastor Jonathan gezien hoe hij het deed. Hij print uit en ik heb het gedaan, maar ik wil gaan scrollen. Oké. Het is ook belangrijk om te weten wat Gods bedoeling is met onze mond. Ik zeg het aan, met onze lippen en met onze tong. En ik wil beginnen met, of we zullen samen kijken hoe krachtig spreken kan zijn. Laten we lezen Genesis 1 vers 3. Genesis 1 vers 3 staat geschreven. En ik zei het net, we zullen samen kijken hoe krachtig spreken kan zijn. En God zeide, er zij licht en er was licht. God Gado Notaki heeft hout genomen, hij heeft cement genomen, hij heeft noem maar op spijkers en genomen, hij heeft licht gemaakt met cement en er is licht. Nee. En God zeide, er zij licht en er was licht. Ziet u hoe krachtig spreken kan zijn? Dan wil ik u brengen naar een mooi verhaal die ik me nog kan heugen voor mijn bekering. Waar we op de hoek daar bij die sluis met een groep jongens. En er was altijd niet die hinderlijk is. Altijd. En die jongen had een bronvis en hij reed dwars zo met een soort hinderlijke pijp. Dat hij maakt zo'n lawaai. En dat hij irriteert ons elke keer meer. We zaten daar die jongen, weng met dat. En ik had ook een vriend die daar stond. Hij zei van die aboy zo wagotro boy. Hij hinder ook wagotro. Na 2 uren. Adoro na wagotro werkelijk. Hij is in die koude land, lieve mensen. Ziet u hoe spreken krachtig is? Hoe spreken krachtig is. En de Bijbel zegt ook in Genesis. En God zeide, er zij licht en er was licht. En u kunt het verder gaan lezen. Ik ga een beetje skippen. U kunt het verder gaan lezen tot 26. Genesis 1 vers 26. Dan kom misschien Genesis 1 vers 26 lezen. En God zeide weer. Hij heeft een bedrijf genomen. Toch? Om iets te maken. Hij sprak. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Omdat zij heersen over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over het vee. En over de gele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En zo ook hebben we gezien hoe God de mens schiep. Hij zeide. En jullie kunnen het verder onderzoeken thuis. Ga het lezen. En hier kunnen we ook zien dat onze tong een belangrijke functie heeft. If we samen omgaan met onze tong, creëren een heleboel nare dingen. En het boek Jacobus leer je heel veel daarover. Echt, het boek Jacobus. Misschien kunnen we even lezen. Jacobus 3, vers 1 en 12. Het boek Jacobus praat heel veel over dit orgaan hoor. Oké. Hier zegt door, laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Als ik hier even kort iets mag zeggen. We moeten heel voorzichtig zijn om aan anderen iets te zeggen. Terwijl u niet op de plaats bent. Nog niet op de plaats bent. Ik ga bijvoorbeeld geen onderwerp nemen. Bijvoorbeeld, ik zeg mensen steel niet. Maar ik ben juist de persoon die steelt. En hier zegt God, gij weet immer dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. De Heer, terwijl wij hebben de verantwoordelijkheid om het woord te brengen, Pastor Jonathan en ik. Maar de Heer gaat strenger op ons letten. Gaat strenger op ons letten. Wat we naar voren brengen. En daarom mogen jullie kritisch zijn naar ons toe. Wij staan altijd open voor correctie. En alles wat we zeggen, halen we uit de Bijbel. Jullie kunnen altijd teruggaan. We halen dit uit Staarnieuws. Oké, dan gaan we verder naar 2. Want wij struikelen allen in vellerlei opzicht. Vielerlei opzicht. Nederlands is niet moeilijk. Pastor Remy zegt Nederlands is lastig. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelf zijn gehele lichaam in toom te houden. Als u iemand bent die niet snel antwoord wil geven, die snel antwoord geeft, en u eerst luistert, en dan gaat u het verwerken, en dan als u het verwerkt, en nadien kunt u de antwoord geven, dan bent u iemand die uw tong onder controle kan houden. Maar er zijn mensen die nog wat agenten, maar ze zijn er niet direct. Weet je? Kunnen jullie dat herkennen? Je bent nog niet klaar met praten. Die man geeft je al een antwoord. Amen. Dan gaan we verder. 3. Als wij paarden de tong in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Hier wil zeggen, mensen die paardrijden, ze zetten een soort ijzeren ding, hoe dat ding heet, een bit of ik weet het niet hoe dat ding heet. Dat ding wordt gebonden en de persoon zit op dat paard. En er is een touw en op het moment persoon dat paard wil brengen naar rechts, dan moet je hem trekken. En dat klein stuk ding, dat ijzerding, weet je hoe het heet hoor, bepaalt welke richting de persoon wil gaan. Ja? Teugels nog? Dankjewel broer Stijn. Teugels zit daar in. Teugels. Gaat nooit meer vergeten. Dat kleine teugel wat hij heeft aan zijn bek, kan je dan richting geven, kan bepalen waar wil gaan. Dat is een klein ding. Toch? Klein ding kan je kan het dan brengen. Dus zonder dat ding gaat het niet lukken. Het gaat niet lukken om het te brengen waar u wil hebben dat het paard moet gaan. Gaan we verder. 4. Zie ook de schepen of schoon, zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Ziet u? Dan praat ik over iets kleins. Iets klein, een schip is iets groots. Toch? Een being. En er is maar een kleine stuur, ik weet niet of ze stuur noemen hoor. Iets klein dat die hele schip kan besturen. Toch? Het is iets klein. Dat het hele schip, u kan het schip brengen waar u wil. Met dat klein ding. Oké, dan gaan we verder. En 5, zo ook de tong, een kleine lid en voor toch een hoge toon. Zie. Hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. En zo ook onze kleine tong. Als wij onze kleine tong niet in bedwang kan houden, gaat hij uw leven bepalen. Gaat hij bepalen welke richting u wil gaan, zoals bij het schip. Zoals het paard. Dat kleine ding. Dat klein ding wat Jacobus hier uit, dat klein ding gaat uw leven bepalen of u naar de hel gaat, of u naar de hemel gaat. Dat kleine ene tong van ons gaat uw leven bepalen. Heb ik gelijk of ben ik gelijk? Amen? Daarom is de Bijbel mooi, lieve mensen. Daarom is het heel mooi. Je kon openbaar, je kan dit 1000 keer lezen, maar steeds krijg je iets anders. Ziet u? Zo ook de tong, een kleine lid zoals een bieschip, met een kleine propeller, kleine stuur. Kan overal brengen, zo onze kleine tong kan ons in gevaar brengen. En daarom mijn boodschap vandaag. Hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Denk maar Rusland en Oekraïne. Maar we gaan verder om tijd te winnen. Wauw. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het raad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Ziet u wat dus net heb uitgelegd? Oh, we gaan even door. Alle soorten van de wilde dieren en vogels, van de kruipende dieren en de zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad voor dodelijke venijn. Ik ga dit even behandelen, dan kunnen we verder gaan. Hier staat geschreven, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad van dodelijke venijn. Wat wil dat zeggen? Is er iemand hier die nu mee kan zeggen, ik heb nooit iets negatiefs gezegd naar een persoon. Ik heb nooit iets slecht gezegd met mijn tong. Is er iemand hier? Steek uw vinger op. Jullie zijn eerlijke mensen. Want hier staat duidelijk, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is onberekenbaar kwaad, van dodelijk venijn. Het is moeilijk als mens. We zijn niet volmaakt. Doch het is moeilijk. En iedereen die verkeerd je negatief gesproken over iemand anders. En laten we even snel verder gaan. Met haar loven wij de Heer en Vader. En met haar, dus met haar bedoelt de Heer onze tong. En Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. 10. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voor. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. 11. Doet soms het bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. En de laatste. Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren. Evenmin kan een zilterbron zoet water geven. Amen. Lieve mensen, dan wil ik hier een voorbeeld aangeven. We hebben een hele mooie kraan daar. Binnen is er een hele mooie kraan. Een hele mooie zilveren kraan. En ik ken het hele watersysteem hier. De gemeente krijgt water uit SWM. Water wordt gevuld in een dierentank. Wordt gepompt door een hydrofoor. Naar de punten toe, naar de badkamer, naar de toilet, noem maar op. En SWM garandeert de gemeente dat wij schoon drinkwater krijgen. Het wordt gevuld, de dierentank wordt gevuld met schoon water, drinkwater. We kunnen eruit drinken. Als we de kraan nu openmaakt, zie je mooi schoon water. Mooi schoon water. En dat is jaren zo. Pastor Jonathan, jaren is het zo dat we schoon water krijgen. En het woord zegt, met diezelfde kraan kan je schoon water krijgen. En uit diezelfde kraan kan je ook viswater krijgen. Wanneer krijgt u dan viswater uit die kraan? Wanneer? Als broer Karel die dierentank open gaat maken en hij gooit viswater erin. Als we die kraan nu gaan openmaken, krijgen we viswater. Het is pas als je viswater erin gooit, krijg je viswater. En zo wil ik bemoedigen vandaag. Onze tong. Als je Gods woord vult in je hart. Als u u bezighoudt met Gods woord, u blijft in de tegenwoordigheid van Gods woord, dan komt er alleen maar Gods woord uit uw tong. Wanneer komen er vieze woorden uit uw tong, het is u die het binnenlaat. Het is u die viswater in de duurtank zet. Komt er pas viswater uit de kraan, is u die bepaalt. Is u die bepaalt als u vrede wil hebben. En tuurlijk zeg ik, God help ons. Is u die bepaalt als er rust moet zijn in de gemeente. Is u die bepaalt als u een gezonde gezin wil hebben. Dan moeten we altijd kijken wat Gods woord ons leert. Ga uw hart niet vullen met negativiteit. Dat zal automatisch uit uw mond komen. Ik haal deze voorbeeld altijd. Een vuilniswagen. Wat neemt een vuilniswagen? Hij neemt alleen maar vuil. Een vuilniswagen die gaat, hij neemt vuil en wat dumpt hij? Hij dumpt geen goede dingen. Hij dumpt weer vuil. Diezelfde vuil dumpt hij. En als we ons gaan vullen met negativiteit, wat gaat u uit uw mond komen? Tegen u. Er gaat geen goede dingen uit uw mond komen, alleen maar negativiteit. Ga een onderzoek doen. Ik heb ook mensen op het werk. Die man vult zich alleen maar met suribet. Alleen maar suribet komt uit zijn mond. Ga ik eens ga elke keer kijken naar worstelfilm. Ik heb er jaren al niet gekeken. Je gaat de namen kennen uit het hoofd. Vraag me wat de namen zijn in Barcelona. Ik kan u zeggen, ik kijk vaak naar Barcelona. En mijn vriend, dat is van Real Madrid. Ik kan u alles vertellen voor Barcelona. Is waarmee u zich bezighoudt, lieve mensen. Het is een keuze die je oppakt elke dag. Ga met vrienden om die slecht zijn. Kom je, Luko, je hoeft niet te zeggen, je gaat zelf weten hoe je bent. Wie je vrienden zijn. Als ik een toren moet praten met iemand, ga ik precies weten of die persoon Bijbel leest of niet. Ik ga precies weten of die persoon Bijbel leest. Aan de hand van de persoon, hoe hij praat. Als hij teksten uithaalt, kan ik zien van, die zie je, kan niet Bijbel alleen. Wat in je hart is, lieve mensen, gaat automatisch. Amen. En daarom mijn boodschap. Vandaag. Laten we de Heer vragen om ons te helpen. Hoe wij moeten omgaan met onze tong. En we gaan even kijken wat de uitwerking is. We hebben gezien hoe krachtig spreken kan zijn. Dus ouders, hou rekening mee. Hou rekening mee dat je kinderen niet gaat vloeken. Hou rekening mee, zoals ik heb bijvoorbeeld aangehaald. Aboei en regio, je op Vadona Gotro. Uiteindelijk, Vadona Gotro. Toch? Dus hou rekening mee hoe we onze tong gaan gebruiken. In Spreuken 18, vers 20, 21. Helaas moet ik echt skippen, lieve mensen. Van de vrucht van iemands mond, ik heb het net gezegd. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Ziet u hier duidelijk. 21. Dood en leven zijn in de macht der tong. Dood en leven zijn in de macht der tong. U gaat bepalen waar u gaat. Gaat u naar de hel? Gaat u naar de hemel? Dood en leven zijn in de macht der tong. Als u voor de duivel kiest, gaat u alleen maar negativiteit uitspreken. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Amen. En deze tekst biedt een uitstekend beeld van wat er plaatsvindt tijdens al onze spreken. Toch? Spreken zet twee stromen in beweging. Spreken kan zijn uw zegen naar ander. Spreken kan ook zijn uw vervloeken ander. Dit kan wel zo wel positief en negatief. Amen. En we zien heel duidelijk in Genesis 1 vers 28. Dat zien wij hier een hele voorbeeld van onze hemelse Vader. Hij wil ons wijzen wij onze tong moeten gebruiken. Amen. En God zegende hen. En God zeide tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Hij spreekt het zegen uit naar de mensen toe. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dit is een voorbeeld hoe wij onze tong moeten gebruiken. De Bijbel leert ons hoe wij onze tong moeten gebruiken. De eerste zegen dat hij uitspreekt is: wees vruchtbaar. Wees vruchtbaar. Zo moeten wij tegen onze kinderen zeggen: wees vruchtbaar, word talrijk. De tweede is: word talrijk. En de derde is heerschappij voeren over de schepping. Jullie mogen ook Deuteronomium 28 lezen. Daar kunnen jullie zelf, een studie van maken. Amen. Lees Deuteronomium. Nederland is niet moeilijk. Maar het is lastig. Maar ik doe dit dat jullie niet slaap kan vallen. Niet in slaap kan vallen. Amen. Zo moet je bepaalde tactieken gaan handelen toch. Amen. Oké. Dan gaan we verder. Als wij onze tong gaan gebruiken om te vloeken, lieve mensen, we hebben het ook op de app gezet. Als we onze tong gaan gebruiken om te vloeken, dan gaat u zien. Gaat u hier zien wat de impact is. Zal de belemmering brengen voor iemands voorgang. Zal dat een belemmering brengen voor iemands voorgang. Hij blokkeert de lijn van de zegen. If you have vloekt the chief for you, of iemand anders, dan blokkeert dat de zegen van God naar die persoon toe. Amen. En als we weten wat de impact is, dan gaan we echt zorgvuldig zijn met ons te spreken. Wat de impact kan zijn. En in Mattheüs 12, 34 en 35. Mattheüs 12, 34 en 35. Aderen gebroed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goed zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. 35. Een goed mens brengt uit zijn goede schaat goede dingen voor. En een slecht mens uit zijn boze schaat boze dingen. Amen. Terwijl ik hier sta, als ik me niet bezig zou houden met het woord van God, dan zou ik in principe niet hier kunnen staan. Ik zou het woord niet naar u toe kunnen brengen. Ik zou u niet kunnen zegenen met het woord van God. En het staat heel duidelijk in Mattheüs 34 en 35. En u kunt duidelijk zien, ik heb het net al aangehaald. Wat u in uw hart zet, gaat bepalen wie u bent. Amen. Gaat dat bepalen wie u bent. En wat kan ons spreken teweeg brengen als u iemand vloekt? En ik wil dit even zeggen. Vele mensen doen dit onbewust. Als ik praat over vloeken, spreken van vloeken. Men doet het onbewust, men doet dat onbewust. Waarom? En door onwetendheid ook hoor. Onwetendheid. Velen zeggen ook eens, ik word ziek van als ik eraan denk. Herkennen jullie dat? Hello jongen. Als ik eraan denk. Je nodig de duivel uit. Je geeft de duivel rechtmatige toegang in je leven. Ik heb opgemerkt, als ik iemand niet lang heb gezien, dan vraag ik, hé, hoe staat het met de kids en zo. Dit is niet ook niet. Ze zijn stout. Elke keer als je vraagt, elke keer hetzelfde antwoord. En wat gaat gebeuren? Wat je beoordeelt, wat je beleid, zijn zaken die wij niet stilstaan. Die we vloeken uitspreken voor onze eigen kinderen. Dit is niet trangajesi. Ik word gek als die kinderen thuis zijn. Je gaat inderdaad gek worden, je gaat zelf beginnen te praten. Zijn dingen die je maakt deuren open voor God, voor de duivel. Antibres, doe je nou ook goed daarbij en wacht iemand voor te weer. Slaap niet, ik wacht tot je iets spreekt dat ik krijg een toegang. Ik word nooit zwanger. Ze hebben voor me lang gebeden. Ik ga niet zwanger op. En ook nog, het is een familiekwaal. Familiekwaal. Ja, is niet erg. Mijn moeder was ook, had ook hoge bloed, had ook suiker. Het is een familiekwaal. Het is vloek die je voor jezelf spreekt, lieve mensen. Amen. God leert ons hoe we moeten omgaan met onze tong. Zonder dat je weet, spreek je vloek voor jezelf. Mino betre. Elke keer als ik naar de toilet ga, stoot ik mijn voet, die ene steen. Elke keer, dat zal zo blijven. Je gaat het zelf niet krijgen. Bid ervoor. Bidden ervoor. En velen zeggen ook, het zal weer misgaan met mij. Elke keer krijg je pech als je naar blauwgrond weer gaat. En je wordt moe. En je zegt weer, het zal weer misgaan. Hou rekening met onze spiritueel. Amen. Bij een negatieve belijdenis nodig je boze geesten uit om hun werk te kunnen doen. Om hun werk te kunnen doen binnen het terrein van uw leven. U nodigt ze uit. De duivel heeft geen macht. De duivel heeft geen macht. Wanneer heeft de duivel macht? Is u die de duivel macht geeft. Is u die de duivel die toegang geeft. Krijgt hij macht. Maar de duivel heeft geen macht. Wij hebben macht hier op aarde. We hebben de autoriteit en gezag gehad van de Heer. Wij moeten de duivel geen macht geven. Amen. En ik wil eindigen met een tekst in Efeesiërs 5 vers 19 tot 21. Wil ik u bemoedigen vandaag dat we God moeten vragen hoe om te gaan met onze taal. En dit is een hele mooie tekst. Pastor Jonathan is net aangehaald. En hier staat geschreven: en spreek onder elkander in psalmen. Het is niet altijd makkelijk. Ik ga toegeven, het is niet altijd makkelijk, maar we moeten het gaan beoefenen. En spreek onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing en jubel de Heer van harte. 20. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God, de Vader, voor alles. 21. En wees elkander onderdanig in de vrees van Christus. Laatste, Hebreeën 13, vers 15. Laten wij dan door hem, Goede, voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden, lieve mensen. Het is warm, ik heb het even kort gemaakt. Ik hou rekening. Uiteindelijk gaan jullie daar niets meer begrijpen. Dus liever een korte, sterke bemoediging, dat het begrijpelijk is, dan een hele lange die uiteindelijk niets begrijpt. Amen. Ik hoop dat dit u bemoedigt en dat we, er zijn nog meer en nog meer en nog meer, maar laten we ons best doen. Als we een gezonde huwelijk willen hebben, gezonde vrienden willen hebben, gezonde gemeente willen hebben, laten we de Heer vragen om ons te helpen hoe wij om te gaan met onze kleine tong. Wij moeten spreken. Wij elkaar kunnen bemoedigen. Als we naar binnen komen in de gemeente, zeggen wij: God zegen u. Laat dat ook uit uw hart komen. Dan zegen u de persoon. Dan belemmer u de zegen van de persoon niet. Laten we elkaar zegenen. Laten we elkaar koesteren. We zijn voor elkaar. We zijn hier om elkaar te helpen. En zodat als Jezus komt, dat we samen met hem kunnen gaan. Amen. Laten we opstaan. Als er iemand hier is die gebed nodig heeft, schaam niet. Kom naar voren, we gaan voor u bidden. Als er iemand hier is, die voelt zich zo eenzaam. Al ben je met een aantal mensen om je heen, maar toch voel je soms eenzaam. Kom naar voren, we gaan voor u bidden. En als u hier bent en het woord heeft u aangeraakt en u heeft kunnen beseffen of u herkent bepaalde zaken van ik heb mijn tong niet goed gebruikt. U kunt naar voren komen, we gaan voor u bidden en dat God ons kan helpen. Amen. Ik ga bidden. Ik ga God vragen om ons verder te helpen bij het spreken. Amen. Hemelse Vader, wij danken u, Heer. We danken u, Heer, voor uw woord, Heer. Dat we vandaag mogen praten. Wat zegt de Bijbel over onze tong? Heer, we danken u, Heer, dat wij wat sleutels van u mogen krijgen, Heer. En ik bid voor uw volk. Deze middag, Abba Vader. Elk een hier, Abba Vader, die nog struikelen met hun tong, Abba Vader. Die nog struikelen, Heer, met het spreken, Abba Vader. Heer, ik bid, Heer, dat u ze mag helpen. Heer, ik bid, Heer, dat uw goddelijke hand op hun mag rusten. Heer, dat u ons mag bemoedigen. Dat u ons mag helpen, Heer, als wij straks naar huis gaan. Dat wij rekening zullen houden hoe wij onze tong gaan gebruiken, Heer. Heer, we danken u voor uw woord, Heer. We danken u, Heer, dat u ons vandaag heeft bemoedigd, Heer, met uw woord, Heer. Heer, help ons, Heer. Als we straks naar ons huis gaan, help ons, Heer. Overal waar we mogen zijn, op het werk, Heer, in de gemeente, Heer, op straat. Waar dan ook, Heer, help ons. Als we gaan spreken, Heer, dat het woord van u zal zijn, Heer. Heer, help ons, Heer. Wij danken u, Heer. Leg uw volk in uw macht gaan, Heer. Gaat u gaan, Koning Jezus. Gaat u gaan met hun, Heer. Gaat u gaan, Abba Vader. Heer, dat alles wat ze vandaag hebben gehoord, dat ze in praktijk zullen brengen, Heer. Ik dank u, Koning Jezus. Ik dank u, Koning Jezus. In Jezus' naam. Amen.